Nou jongens, welkom. Een schitterende vis. We rijden 34. Yes! Yeah! Oh, wat ben ik blij. Even voor de vissers die net beginnen. Als een vis spartelt, hou me laag. Anders, dat hoor je wel vaker, dat hij dan of een staart breekt of een fin. Nou, dat wil je niet. Dat is het eerste wat er is. Vissen redden het om dat nog te overleven. Maar waarom zou je het risico nemen als het helemaal niet hoeft? Ik hijs hem weer even omhoog. En dat doe ik hem dadelijk ook nog even andersom. Maar steeds als ik deze open, dan wordt hij een beetje wild. Maar wat een plaat. En af en toe een beetje water over zijn hoofd. En over zijn lijf. Dat is zo, zo belangrijk, hè jongens. Dus echt heel belangrijk. Ik zit hier in de regen. Maar ik moet je zeggen dat het me helemaal niet uitmaakt. Echt helemaal niks. Ik hoop dat hij nou wel even op beeld wil. Rustig vriend, je mag er alles in je elementen. Wat een beauty zeg. Wat een mooi big. Ah, dankjewel vis. Echt waar. Ah. Ik doe hem nog even andersom jongens. Man, wat ben ik een partijtje blij. Als je een vis omdraait, zorg dat altijd je vinnen recht liggen onder hem. En dan weet je dat je hem heel houdt en dat je hem niet beschadigt. Hij heeft wel wat fratten op zijn staart en zo. Nou ja, ik weet niet wat dat is. Maar buiten dat, wat een bak. En wat is die wild zeg. Yeah jongens, wat een bak. Ik ben helemaal lijp. Yes. Eindelijk. Ah, deze vis die wou ik al hebben. En ik heb hem. Nou, we laten hem haar weer in zijn element. En dan spreek ik jullie. Yes, later. Nou jongens, net een schitterende rijen van 34. Yeah. En die mag nou weer naar zijn element. De filmman, er is even maatje op bezoek. Vrouwtje was even naar de winkel. En ja, alle eerlijkheid op een stokje op haar hengel. Nou ja, dat is onmacht, overmacht, hoe je het noemen wil. Maar hij is binnen. Vrouwtje is even blij als ik. Want ja, we doen dit schaampies. Ik had hem haar echt gegund, maar ik moet stiekem zeggen dat ik ook wel heel erg blij mee ben. Hè? Nou, we laten hem weer zwemmen, want ik hou ze nooit erg lang op de oever. Het is het allerbeste als je ze rap weer in het water laat. Dus dan maken we nog even een opname van en dan hopen dat we er nog geen uitsleuren. Wat een breed rug. Kom op! Ja! Yeah! Nou jongens, jullie zien het wel weer. En we zitten weer in de tent. Met een heerlijke bakkie. Maar regen. En nog eens regen. Dus die hengels mogen wel even stil blijven. Nee hoor. Run is run, vis is vis. Jongens, wat een weer. Alles, maar dan ook echt alles is nat. Roadtrip 2022. Wij wouden dit. Dus dan doen we dit. Vandaag helaas een hoop regen, een hoop wind, rustig op de hengels. Er waren nog wat andere mensen die waren hier ook aan het vissen, maar iedereen is weg. En dat is dan wel weer een voordeel, we hebben het hele water alleen. Een leuk watertje. We hadden een rijen van 34.
Maar daar bleef het bij. Nou, schatje, wat zeg jij ervan? Ja, het is heel erg nat buiten. Nat en nog eens nat. En het waait hard. Dus het was gisteravond even spannend. We hebben alle haringen nog even weer strakker aangespannen met de elastieken. Ook een paar haringen weg. En er zijn haringen weg, maar die vinden we vast wel weer als we opruimen. En ik hoop eigenlijk dat het heel snel droog wordt. En dat we even lekker onze frisse neuzen kunnen halen. Nou, de hond die ligt ook in een rolletje. Die is ook helemaal niet blij met dit weer. Snap ik wij ook niet. Maar ja, het hoort er nou eenmaal bij. Eens een visser, altijd een visser. En wat zeggen we dan, schat? Later. Later. Hoe vind jij het nou zo in de hut, meisje? Met de weer en wind. Ben je nog wel een beetje blij? Je kijkt niet echt blij. Hier. Hier. En doe zijn pootje. Hé, hey. Doe zijn pootje. Dankjewel, schat. Dankjewel. Engeltje. Engeltje. Oh, lekker. Oh, zo lekker. Zo lekker aaien en hukken en doeken. Ja. Ja, dat is echt onze engel, mensen. Maggie is weer helemaal de oude. Maggie is helemaal blij. Oh, lekker lui. Het hoort erbij. Wat een heerlijke dag. Er is dat dat allemaal. En we gaan weer karpers vangen. Ja, wie het laatste lacht. Hey. We zijn weer aan het opruimen. We gaan weer weg uit Alteveer. Dit is dat mooie water. Waar ook steuren zitten. Gelukkig niet aan de haak gehad. Maar wel gezien. Nee, geen steuren. We komen hier vast nog wel een keertje terug. Maar dat kan even duren. We gaan nu zometeen inpakken. En dan gaan we richting Ieder de Punt. Uiteraard de hengels als laatste. Daar staan Tobi's hengels. En daar staan mijn hengels. Wat denk je wat ik aan het doen ben? En Tobi moet natuurlijk nog wel even de laatste keer. Ik moest gaan, maar ik moest poepen. Jongens, je hoeft mij niet te roepen. Even in onze bijzettent. Nou, ik ben even weg, jongens. Hé, hey, ik heb een scheid aan, hè. Ja. Mijn hengels gaan er als laatste uit. Ja, die van Tobio natuurlijk. Leuk water. Veel storm gehad. Veel regen, hagel, onweer. We hadden eigenlijk wel gehoopt op een paar mooie karpers nog. Zeker na het onweer. Maar helaas, pindakaas. Het mocht niet zo zijn. We zien jullie vast wel weer bij Ieder de Punt. Nou, dames en heren, even hand opsteken naar de bewoners hier. We moesten bij grote stenen ergens er doorheen. Nou, er ligt daar een fiets midden op de weg. Het is altijd spannend, hè, zo'n rood. Jongens, jongens, jongens. Ik hoop niet dat we vast zitten hier dadelijk met al die pakken. Dus ik heb die fiets laten zien. Fiets midden op de weg. Top! Helemaal top! Ze kennen jou. Ja, leuke kinderen. Nou ja, we zijn dus op een nieuw water, jongens. Ja. Ieder de Punt. Ik weet niet op welke punt we moeten wezen. Hier zullen dan die stenen wel staan, denk ik. Wajo. Hier is ook nog een water. Allemaal water hier. Uitgezonden vergunninghouders. Ja, daar zijn twee grote stenen. Hier, kijk. Hier zijn twee grote stenen waar we doorheen moesten. Oeh, er wordt weer krappies. En dikke gaten. Oh. Wajo. Dus zit er daarin ook op die stijger. Mooi man. Is hij wel doorheen te komen? Het is wel krappies. Nou, ik schijt er wel even peentjes hoor.
Oh mijn god, en een blubberbad. Oh nee, er is daar niemand. En een blubberbad, jongens. Oh, oh, oh. Wat een bagger bent. Ai joh, dit is weer echt weer een avontuur hoor. Wow. Waar zijn we nou weer beland? Op stek 1 pakken, dan kunnen we naar het boothuis. Ja, maar ook op stek 2. Dan hebben we iets meer ruimte. We laten de auto mooi hier staan, ik ben er klaar mee. En we zijn beland op de stek, jongens. Vrouwtje dood die lens bijna mijn neus in. Nee hoor, grappig. Ik zet wel even dichterbij. Hoppakee. Nog dichterbij? Nee joh. En dan zien ze allemaal puisten. Nee hoor, grapje. Maar op de stek, een redelijk leuk watertje hoe ik het nu inschat. Heel benieuwd wat het hier wordt. Het oog mooi, het oog leuk. Dus geen steuren? Nee, iedereen riep wel dat er steuren zaten, maar die zitten er niet. En stel dat ik er wel eentje vang, nou, dan weet je dat ik weer gestuurd word. Hè. Ik kan er niks aan doen. Dus rap de hut op bouwen, aardig beschut hier uit de wind, helemaal blij mee. Dus hengels erin en rammen met die handel. Later. Nou, vrouwtje met een schitterende spiegel. Wat een mooi dier zeg. Wat een mooi diertje. Vanmorgen in het schemer een hele harde run. En we zaten rechtop in ons nest. Het is geen groot, 9 kilo, 18 pond, maar een plaatje. Echt een beauty. Prachtig. Echt een beauty. Nou, we zullen hem snel weer in zijn element doen. Op de volgende. Later jongens. Oh, hij heeft het weer. Nou. Schitterende spiegel. Als je hem aanropt, dan haalt hij rits op. Ja, die wilt echt weg. Later. Nou, en wat zeggen we dan? Jee, dit was er weer een. 4-2, nog wel voor Toby. Maar we zijn weer aan het inhalen. Nou, jongens. Heerlijk, midden op de dag, een runnetje, maar met aanslaande dacht ik had hem uitgeschroefd, maar hij kwam als een idioot naar me toe. Ik heb de spetters op mijn bril, want hij is behoorlijk hyper, maar ja, dat hoort erbij hè. Ik laat hem even schien en dan mag hij weer zijn element in, want hij is schitterend. Heel erg mooi. Wat een mooi beestje zeg. En wat happy. Heel blij weer. Ja, dat bedoel ik dus. Ik doe hem nog even andersom. Ja. En dan mogen jullie hem nog even andersom aanschouwen. Echt mooi. Echt heel mooi. De vis hoe dan ook nat houden. Standaard een emmertje water erbij. Heel belangrijk. Rustig je bent, hoe je die winnaar uit mag. Ik wou dat ze dat vroeger op school riepen tegen mij. Dan was ik wel rustig in de les. Heel blij mee jongens, echt waar, echt oprecht. Schitterend. Nou, we doen hem rap weer in zijn element. En dan zeg ik de reutels. Later. Rits open. Nou jongens, 11 kilo. Heel blij mee hoor. En dan mag hij weer rustig naar huis toe in zijn elementje. Nou, beauty. Ah wel. Nog even met staartjes waaien. Nou dames en heren, daar zijn we alweer. De derde deze dag. En weer een mooie spiegel van 20 pond, dus stipt. Net als die andere 11 kilo ook stipt. Dus echt weer reuze blij mee. Ik hijs hem even omhoog en dan doe ik hem nog even andersom. En dan rap die hengel weer op te steken. Moet je zien wat een beauty jongens. Iets onrustig, maar wel iets rustiger als zijn broertje. Of zusje. Wat een mooi hangbuikje hoor. Ik had hem niet zo geschat als ik eerlijk ben, maar hij is er echt.
wij zeggen 10 kilo. Maar dat voel ik ook wel in mijn handen hoor. Dus ja, wijs mee man. Helemaal leuk. Op die Jelle komen we van Bolifarm inderdaad. Dus heel blij mee, dames en heren. Ik doe hem nog even andersom. Dat doe ik even met de sling even andersom. Dan hoef je hem ook niet te schuiven of te rollen of wat dan ook. Ik doe nog even een beetje water over. Dikke buikje. Die hebben aardig gesnoept hoor. Ja, ja. Het is er weer een. Nou, hij is hem hier nog even omhoog. Even kijken wat plaatje. Yes! Hier worden mensen toch blij van. Nou, een schitterende spiegel. Precies 10 kilo. Hij wil eruit, maar hij moet even een openingetje vinden. Hou eens even. Ja, dankjewel. Later! Nou jongens, voor het eerst een schubje dit jaar. Het is een wonder. Nou, er volgt er nog echt wel wat meer. We doen hem rapper in zijn element. En dan spreken we weer. Later. Ja jongens, wat wil je nog meer? Op deze manier wakker worden. En dan dit uitzicht. Eén hengel heb ik daar. Vlak voor de stijger. Eén hengel heb ik daar. Even checken. Moet ik even door de struiken. Oh, dat wil niet. Oh ja. Daar bij dat houten hockey. Maar daar zit nog helemaal niks. Grote stokken. Eentje op het wijd. En eentje bij het riet onder eigen oevertje. Maar dit is wel... schitterend hoor. Nou, vriendjes en vriendinnetjes. Dit is hoe wij wakker worden. In onze stulpje. Morgen. Ja, morgen. En dan hebben wij... Dan moet ik even mijn arm uittrekken. Oeh, wat is hier nog heerlijk heet. Een heerlijke koffie. Lekker. Ik neem hem nog even niet, want hij is echt nog smerig heet. Vrouwtje heb een looie pijp. Er gaat bijna kokend water door. Nou, dat is echt niet best hoor. Dus nou, vannacht of vanmorgen eigenlijk één schuppie. Ja, niet heel groot, maar elke vis is er één. Dus helemaal mooi. De hond is ook heerlijk aan het snurken nog. Maggie, hè? Schatje. Ja, die denkt ik hoor je lekker toch niet. Ging een oogje open. Ja, één oogje open. Nou ja. Als we weer wat hebben jongens, dan tunen wij weer in. Later.